Dit wordt een hele leuke uitzending over het geloof en de discussie die ik daarover heb met mijn eerwaarde atheïst, voormalig katholiek, te weten professor Dr. Marco Robbeson. Hij is momenteel bezig om de boel aan te sluiten, terwijl hij niet eens hoeft op te nemen. Het enige wat hij nodig heeft is dat zijn laptop op internet kan. En daar wachten we gewoon rustig op. Hij heeft een kwartier nodig om zijn laptop op internet te krijgen. Ik hoop dat het goed gaat. Ik ben echt heel erg benieuwd naar hoe dit afloopt. Even wat eraan vooraf ging is dat ik met Marco geen enkel probleem heb over het feit dat katholicisme voor geen meter deugt. Aan de andere kant, oh, daar is hij. Dan moeten we maar even opnemen. Marco, nu ben je sneller dan ik. Oh, nou, dat is mooi. Maar hoeveel tijd heb ik voor nodig gehad? Ja. Of heb je daar niet op gelet? Ja, ik was even lekker in mijn eentje bezig tegen de luisteraars over dat ik dus nu echt de discussie over het geloof gewonnen heb. Oh. Ja, want jij had maar één ding. Maar ik wil even kijken waar je oversturing zit. Zeg eens even vette, dikke pakken appelsinesap. Nee, dikke vette pakken. Ik zie hem. Je komt binnen. Okay. Ja, dikke vette pakken sinaasappelsap. Ja. Dus dit gaat helemaal goed. Helemaal mooi. En dan gaan we dus nu het scherm delen. Kan dat op jouw computer, dat je mijn schermdeling ziet? Of moet je dan weer een kwartiertje hebben? Nee hoor. Okay. Als jij dat zo instelt, dan zie ik hem nu. Mooi zo. Dan maak ik hem nu even wat groter. Dat zou ik maar doen, ja, want we gaan. Nou is die gewoon full screen. Ja, ja. Ik zou je gewoon even gaan verklappen. We gaan juist dat doen waar jij zo'n pesthekel aan hebt. Dat is namelijk stilstaan bij het geschreven woord. Oh. Toch? Nou, dat is prima. Ja, je moet er trouwens ook niet te vaak bij voorbij lopen. Mm-hmm. Want sowieso als je iets leest, mm-hmm, vooral als het een boek is. Kijk, als het een billboard is, kun je er gewoon natuurlijk aan voorbij gaan. Mm-hmm. Maar als het een boek is, dan kun je beter of gaan zitten of stilstaan. Hè, want anders loop je misschien nog wel met je snuffel tegen een lantaarnpaal aan of zo. Oh ja, zit je momenteel veilig? Er komen geen lantaarnpalen op je afvliegen? Nee hoor, ik zit gewoon lekker in mijn luie stoel. Heerlijk, ja. Ja, heerlijk. Ik vind dit wat dat betreft eigenlijk wel de beste methode om te skypen. Ja, want ik heb... net als je bij dokter Sigmund Freud, lig jij op de bank. Nou, dat nog weer net niet. Ja. Oké, dus even back to the subject. Wat jou in die uitzending van mij over die ene priester. Dat ik zat gewoon daadwerkelijk te zeuren over katholieken. En ik verbond ze dus met het begrip globalisten. Juist. En dat was eigenlijk het enige wat je me kwalijk nam. Ja. Okay. En natuurlijk het feit dat je katholiekisch zit te pesten. Want als je katholiekisch gaat pesten, kun je ook orthodoxen gaan pesten. Of andere bevolkingsgroepen die ik niet wil noemen, andere geloven die ik niet wil noemen. Mm-hmm. Hè, want dat is toch wel eventjes een... Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar oké. Ik ben er dus ook maar achtergekomen dat de paus is niet degene die het meeste grond bezit in de wereld. Hij staat nog op de derde plaats. En weet je wie er op de eerste plaats staat? Nee. Koningin Elisabeth van Engeland. Die is van de paus. Nee, die is niet van de paus, want zij heeft meer grond dan de paus. Zij is van de paus. Zij doet precies wat de paus zegt. Nee. Wanneer heeft koningin Elisabeth de tweede... Want koningin Elisabeth I, die heeft mot gehad met de paus, hoor. Ja, en die heeft haar bij 6 pogingen proberen later te vermoorden. En toen heeft Elisabeth I gezegd, want de eerste beste jezuïet die met zijn stomme sandalen hier in Engeland durft te komen, die gaat onmiddellijk onthoofd worden.
Ze was er totaal beu. Wat heeft het voor zin om de hele tijd moordaanslagen? En dan moet koningin Elisabeth I had een uitermate goede geheime veiligheidsdienst. Dus ze kwam er iedere keer achter. Ja. Dat de paus haar weer eens een keer kwam vermoorden. Nou, en wanneer was de laatste moordaanslag op Elisabeth II? Door de paus? Nee, helemaal niet, man. Helemaal niet, nee. Omdat zij van de paus is. Nou, nee, het kan ook zijn dat de paus zegt van ja, die oorlog hebben we al verloren. Dus waarom zouden we nou nog iemand daarvoor te grazen nemen? Oké, nu even terug, want jij was dus erg verontwaardigd over het feit dat ik... Wat ben je aan het doen? Ik ben met mijn blikje bier aan het spelen. Dit bedoel je dus, dit geluid. Oké. Okay. Ja. Dat heet in de reden vallen, hè? Dit. Dat noem je al in de reden vallen. Ja, afleiden. Ja, maar, Oh nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik zit gewoon een beetje oversprongshandelingen te verrichten. Dus, oversprongshandelingen. Ja. Want jij voelt je einde naderen, hè? Mm. Nee hoor, helemaal niet. Jij snapt wel degelijk dat... Deze flyer, want dit is een flyer. Ja. Als jij die gaat voorlezen. Ja, maar goed. Dan, ja, dan, en dan. Nee, maar wacht even. Dit is een taalkundig trucje. Want in het Engels kennen ze de Nederlandse term globaal niet. Daar is global wereldwijd. Dat ongeveer geschat, dat kennen ze in Engeland niet. Ik verbond de katholieken met het Amerikaanse begrip globalists. En dat nam jij mij kwalijk. Nee, globalist is in het Nederlands ook gewoon. Ik bedoel op zijn Amerikaans, zoals Alex Jones. En ga nu niet weer je Alex Jones imitatie doen. Want dan ik doe geen Alex Jones imitatie. Ja, dan ga je weer afleiden. Ik ben zelf gewoon Alex Jones. Waarom ben jij bang voor de waarheid, jongen? Ik ben absoluut niet bang voor de waarheid. Oké, hoe heet dit boek? Hoe heet dit boek en door wie of wat is het geschreven? Hoe heet het boek? De Global Vatican. Mooi zo. Maar in welke taal is het dan? Maar dan nog zeg ik van oké. Het Vaticaan is een wereldwijd netwerk. Dat is absoluut een feit. Maar dat is iets anders dan globalisten. Nou, laat ik het zo zeggen. Iemand heeft 9-11 op zijn geweten. En dat zijn niet de globalisten. Dat is de Global Vatican. Je moet het beestje bij de naam noemen. Oh, dus wij kennen allebei de jongen van de stam Sinti. He, die moet je niet voor zigeuner uitmaken, want hij is geen Roma, hij is een Sinti. En hij kwam wel eens in het voormalig... Hij kwam in het voormalig... Niet zigeuner zeggen, dat is een belediging. Natuurlijk is... Nee, maar kijk, als zigeuners ons Gajo mogen noemen, mogen wij ze zigeuner noemen? Nee, Spreuken 15 vers 1 dicteert... Een zachtmoedig woord vermindert grimmigheid. Een krenkend woord... vermeerdert dat. Dus noem mijn vrienden niet wat je net zei, want dat vind ik niet. Nee, oké, okay, maar goed, ik vind het krenkend. Dan wil even dan iets ondersteunen met een voorbeeld. Toen ik op de lagere school zat, toen zat er bij mij een van de eerste Surinamers die hier in Nederland kwam, zat er dus een Surinaamse jongen in de klas. En ik noemde hem Roetmop. Hij noemde jou Roetmop? Nee, ik noemde hem Roetmop. Oh. Van hey Roetmop. En ik vroeg hem op een gegeven moment, liepen we naar huis, allebei aan de andere kant van de straat, want hij wilde niet op dezelfde stoep lopen als ik. Want ik noemde hem Roetmop. Ja, dan beledigd. Ja, en toen riep ik... Moet je vooral tegen mij zeggen, stomme lul met flaporen en een bril. Ja, ik ken dat gedrag wel. Oké, je hebt hem gewoon beledigd en toen we naar huis liepen, zei ik van, hey, maar als jij me nou gewoon bleekscheet noemt, vind je het dan wel oké als ik jou Roetmop noem? En dan vond hij goed. Deze vond dat zelfs een fantastisch idee. Ja, en dan kon hij mij bleekscheet noemen, ik hem Roetmop. En 3 dagen later noemden we elkaar gewoon bij de naam. En waarom niet gewoon gelijk? Hij deed het eigenlijk al meteen.
Maar nee, ik maak er... het gaat om maar, jou. Waarom noem jij hem niet bij zijn naam? Waarom niet gelijk? Nou ja, weet je... Waarom moet je dan eerst taalkundig een beetje elkaar lopen uitschelden... en daarna krijg je vrede? Een soort orde uit chaos? Ja, een soort orde uit chaos. Maar moet ik blind zijn voor een verschil wat tussen mij en die persoon bestaat... namelijk onze huidkleur? Dat lijkt me ook geen goed idee. He, dat is een beetje wat de SJW'ers willen, is dat je dus totaal blind wordt voor geslacht, kleur of wat dan ook. Mm. En alles wat refereert aan dat verschil, kan als een belediging worden opgevat. Zal ik het dan even voorlezen? Want waar je het nu over hebt met die social justice warriors, die komen van deze club. En hier staat, dit is een flyer. Want die man in kwestie, dat is even inleiding, die heet Francis Rooney. Ik heb broer van Mick zeker, of niet? Wat zeg je? Broer van Mick. Mick Rooney. De acteur. Geintje. Ja, dat is toch... Oké, maar waarom val je me in... Wat is jouw probleem nou met te accepteren dat de wereld is zoals die is? Waarom wil je dan de hele tijd wegvluchten idioterie? Perry, de wereld is niet zoals jij denkt dat die is. En de wereld is ook niet zoals ik denk dat die is. De wereld is in feite... Niet te bestuderen, niet te begrijpen. Je mag blij zijn dat je een uitkering hebt en dat je niet hoeft te werken. Wat is dat nou voor onzin? Nou, ik vul het maar even in. Ja, nee. Waar gaat het dan wel over? Dan leg je moorden in mijn wond, weet je wel. Dat bedoel, daar heb ik nee, dat is nee. Dat is mijn conclusie. Als jij zo heel... iedere keer als ik... de boeken erbij pak... het geschreven woord... Maar jij dan probeert, ga jij lopen... Nee, maar kijk, jij probeert een bepaalde groep mensen... uit te maken dat ze verkeerd denken... of verkeerd handelen... Terwijl jij zelf bij een groep hoort die in mijn optiek net zo verkeerd handelt en net zo verkeerd denkt. Daar wil ik je ook nog even terug oppakken. Want jij had het over dat religie, dat levert alleen maar geld op. Hoe... Nee, ellende en oorlog en wat nog meer. Je had het over geld. Het was een geldbusiness. Natuurlijk, altijd. Nou, altijd. Ik heb hier in huis 3 Bijbels. Ja. Hm. Die ene, daarin staat het handschrift van mijn overleden vader met een mooi gedicht. Okay, ik weet niet wat het ding toen kostte, was een tientje in guldens. Ja? Ik heb er nog één gekocht hier bij het Centraal Station van Arnhem. En die vrouw achter de toonbank, die vroeg aan mij, welke wilt u? Ik zei, nou, ik wil degene die jij hebt. Oh, zei ze, dat is deze. Dat is een mooie met een leren kaft en een 2 boekleggers. Daar heb ik 15 gulden voor uitgegeven. Uh-huh. Denk je dat je daar de Sint-Petrus-kathedraal mee had gebouwd kunnen hebben? Die boeken die waren, die zijn waarschijnlijk... Nee, maar de Sint-Pieter is gebouwd door aflaten. Kapitaal wat het Sint-Pieter heeft opgeleverd, of wat die aflaten heeft opgeleverd, heeft de Sint-Pieter gebouwd. Precies, dat is money, money business. Dat is money business, ja. Precies, maar mijn geloof, want ik heb nog mijn 3e Bijbel, en dat is alleen het Nieuwe Testament, die heb ik gratis gehad. Ja, oké, die heb je ook. Ik heb er dus 3. Nee, maar je hebt in Amerika heb je dus zo iemand, die heet Ken Ham, die geeft ook gratis Bijbels weg. Maar die laat zich wel een ton aanrekenen als hij een keer een spreekbeurt geeft. Dus die verdient er gewoon keihard geld. Wil je mij uitmaken? Ja, ik krijg helemaal niks voor niks niet. Nee. Behalve dat ik... Dan doe je toch iets verkeerd. Oh ja, joh. En moet ik dan zo dankbaar zijn als iemand mij gratis een Bijbel in mijn handen duwt? Het ging er mij om. En ik heb er wel een huis en mij dat vind ik wel eentje te veel eigenlijk. Maar het ging er mij om dat jij ervan uitgaat dat al dat gelovige gedoe, dat is alleen maar geldmakerij. Dat gaat dus niet op voor iemand zoals ik. Nee. En hoe verklaar je dat dan? Nou, dat is heel simpel. Jij hebt je laten misleiden door mensen die er wel geld mee verdienen.
En jij gelooft dat. En dan ben jij dus niet iemand die daar geld mee verdient. Integendeel, jij bent iemand die daar geld door verliest. Want het moet ergens vandaan komen, dat geld. En dat komt van de, ja, hoe noem ik ze, de naïeve gelovigen. Die betaalt aan de paus een aflaat of een kerkbijdrage. Hè, zoals met... Ik? Dat weet ik niet. Je gaat er voor het gemak van uit. Nou, je betaalt wel 15 euro voor een bijbel. Dat is iets wat ik niet zou doen. Gulden was dat trouwens. Maar... Ik heb ook... Het gaat mij er niet om hoeveel... Mij er niet om hoeveel die betaalt. Ah. Maar het feit is dat je ervoor betaalt. Ik heb ook Playboys gekocht. Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Nee, die zijn ook net zo duur. Ja, maar dat is wel een ander verhaal. Het is namelijk niet dat je daar een religieuze organisatie financieel mee ondersteunt. Nee, je ondersteunt gewoon een kapitalistisch bedrijf. Ja, maar ik wilde toch weten wat er in de Playboy stond. Want er stonden altijd hele interessante interviews in. Ja, vooral dat. Vooral dat interview in het midden van dat blad. Dat vond ik altijd het meest interessante. Ja, klopt. Dus waar heb je het over? Kijk, mijn Bijbel kost helemaal niks. Goed, dat, ze worden gratis. En jij kan hem wel zeggen. Ja, het feit dat iemand een gratis Bijbel weggeeft. Ja, kijk naar die Ken Ham. Maar die man hier in Arnhem die dat doet. Die heeft helemaal niks, man. Dat is helemaal geen Ken Ham. Nee, maar oké, dan is die... Heeft gewoon het Nieuwe Testament is dun, jongen. Dan is hij dus een van die naïeve gelovigen... die dus feitelijk tot slachtoffer worden gemaakt... van de hoge heren, de priesters, de dominees... Al die geestelijken die op basis van een lulverhaaltje denken een autoriteit te zijn. Nee. Hou er toch eens over op. Er is een groot verschil tussen het katholicisme en het vroege of huidige christendom. Nee, man. Dat is net zoiets als bronwater en mayonaise. Nee, dat is toch wel een verschil. Absoluut. Want het vroege christendom neemt de Bijbel aan. Maar even goed, ja. Als ik nou kijk naar de mensen die streng gereformeerd zijn... Daar heb ik het niet over. Oh, waar heb je het dan over? Ik heb het over het Vaticaan. Ja, nee, maar jij wilt dus weer specifiek één groep christenen uitzonderen. Nee, dat zijn geen... Hadden we ook op. Ik scheer ze allemaal over één kamp. Ja, en daar ben je behoorlijk oppervlakkig en dus dom. Nee, en je kan zo dadelijk niet zeggen... Ik kon dat niet gewoest hebben, want jij gaat je verantwoorden, jongen. Want je hebt het van mij gehoord. Ja, en? Kom ik dan in de hel? Als ik dat niet aanneem van jou? Als je het niet begrepen hebt. Oh, jij zegt ik heb het niet begrepen. Ik begrijp het maar al te goed. Jij scheert ik begrijp het misschien wel beter dan jij. Jij scheert alle geloven over één kam. Ja. En en passant pak je ook Boeddha. Nee, want dat is geen geloof. Dat is een methode. En passant vernietig je het woord van Boeddha. Nee, want Boeddha is geen religie. Boeddhisme is geen religie. Het woord van Boeddha. Van Siddhartha Gautama. Ja, nee. Dat. Hoezo dan? Ik bedoel... Wat de woorden van Boeddha met religie overeenkomen... is dat alle religies prediken vrede... maar dragen oorlog uit. Het christendom zegt nee, wij zijn de religie van de vrede. De islam zegt wij zijn de religie van de vrede. Maar ze slaan elkaar. Jij bent iemand die nu de katholieken de kop inslaat. Alleen maar omdat jij denkt dat jij een betere vorm van christendom gevonden hebt. En ik zeg van elke vorm van christendom is dom. Sorry. Want als je dingen doet omdat je anders naar de hel gaat. Ja, dan Christus denk ik dat je dom bezig bent. Christus zegt. Degene die talent hebben. En daar geen gebruik van maken.
die komen tussen degenen die weeklagen en tanden knarsen. Christus ja. Jezus heeft gezegd, maar zalig dat... zijn degenen met die arm van geest zijn. Vervloekt zijn degenen met talent. Nou, dan ben ik dus vervloekt. En als ik door iemand vervloekt word, ja. dan ga ik niet zijn stroming volgen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Christus Jezus ik had van, helemaal heer, geen Christus stroming. Jezus, flikker nou maar op met die hele tent van jou. En met die hele toko. Christus Jezus heeft... Waardoor dus de katholieke kerk en de protestante kerk en de orthodoxe kerk is ontstaan. Maar als je nou eens eventjes de katholieken en de protestanten... En trouwens die Calvinisten heb ik ook nog een appeltje mee te schillen. Maar als je die nou even opzij zet. Waar... Komt, gewoon even opzij zetten, dus geen kat. Die Mohammedanen ook even opzij. Voor de sake of discussion doe ik dat even. Ja. Dus ja, oké, wat is het punt wat je wil maken? Nou, wat hou je dan over? Als ik alles aan de kant zet, atheïsme. Want ik ben eigenlijk degene die al die dingen aan de kant zet. Ik zeg van, nou, die Jezus kan voor mij wel even aan de kant. Die, Want ik zei, luister nou even naar mij. Ik zei, je moet die katholieken, die Mohammedanen, die Mormonisten, Jehovah's getuigen. Ja? Alles aan de kant zetten. Ja, ja. Wat hou je dan over? Atheïsme. Dat zei ik al. Als je alle goden en religies aan de kant zet, is er maar één optie. En dat is atheïsme. En je kunt zeggen wat je wil van dat de Bijbel het woord van God is. Nee, de Bijbel is door mensen geschreven. Dus het zijn mensenverhaaltjes. Er is geen enkele autoriteit die uitstraalt van een fictief figuur als een God. Welke God dat dan ook is. Ja, die autoriteit die moet komen omdat iemand een wellevend mens is die vriendelijk is naar de mensen en eigenlijk dat doet zonder dat hij daarmee in een hemel zou komen, daarvoor beloond wordt. Nee, die dat gewoon doet omdat zijn sociale structuur zo in elkaar zit. Omdat hij in een bepaalde maatschappij is geboren waarin dat normaal is. Omdat de mensen dat verwachten, want je weet natuurlijk ook dat de moraliteit... in de loop der eeuwen en de loop der jaren veranderd. Ik bedoel, 300 jaar geleden verkochten Nederlanders gewoon nog slaven in Amerika. Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer, omdat we dat tegenwoordig moreel verwerpelijk vinden. Maar toen niet. En dat deden zij met de Bijbel in de hand. Want de Bijbel die geeft een heleboel instructies over hoe je je slaven moet behandelen. En die zegt ook van dat het uitverkoren volk mag gewoon slaven hebben. Ja, die mogen meisjes van 12 jaar voor hun eigen plezier gebruiken. Weet je? Ik bedoel, en dat zijn dus allemaal morele dingen uit de Bijbel. Ja. Moraaltjes uit de Bijbel. Ja. Die niet stroken met de moraal van tegenwoordig. Okay, tegenwoordig noemen wij dus gewoon seks met meisjes van onder de 18 noemen wij pedofilie. En het is in de Bijbel is dat gewoon toegestaan. Sterker nog, je ziet dat ook in de islam. Daar worden meisjes van 6 jaar al uitgehuwelijkd. En die worden dan door Mohammed op hun 9e... Dan doe je het weer. Geopend, weet je wel. Ik maak... Ja, wat doe ik weer? Ik maak een duidelijk onderscheid tussen dat waar je nu naar kijkt, waarvan jij niet eens durft op te lezen wat hier staat, dat je het durft te vertalen. Want snapt ook wel discussie gewonnen heb. De Vaticaan zijn de globalisten, ja? En het feit, jij zegt ik durf het niet op te lezen, maar helaas is die pagina voor mij wel zo klein dat ik de lettertjes niet kan lezen. Dus vertel het me dan maar. Kom op. Wordt het zo beter? Ja, de Honorable Francis... Nee, bovenaan beginnen. The School of Diplomacy and International Relations. Zo, dat begint al helemaal fout. Ga verder. Hey, jij was aan het voorlezen.
Nee, ik ga een beetje alles letterlijk voorlezen. Ik bedoel, ik vind dit stukje niet interessant wat voor een boek het is. Want dan ga ik meteen ook zeggen, van, dit is gewoon een boek. Het heet The Global Vatican by the School of Diplomacy and International Relations. Dus we gaan verder. Precies, dus dat ik... En kijk, het feit dat dit een lecture and book signing is, interesseert me niet dat iemand daar een boek signeert. En een verhaaltje vertelt over zijn boek. Weet je dat ik dit boek in handen heb gehad? Oké. Weet je dat die Honorable Francis Rooney daar een hoop geld mee verdiend heeft? Ja, natuurlijk. Ja. Wat was hij dan? Wat was zijn... je mag gelijk vertalen. Ik zal het eerst in het Engels voorlezen. Former US Ambassador to the Holy See. Dat is dan waarschijnlijk de Holy See, de Heilige Zee. En wat is dan de Holy See? Wij noemen dat de Heilige Stoel. Nee, maar dan staat er dus al meteen een typo, gewoon een taalfout. Want hier staat de Heilige Zee. Nee, de Holy See. Nee, op zijn Nederlands. Ja, blijf een beetje in je Engels, man. S-A-T, dat is een stoel. De Holy See, zoals het hier geschreven is, is de Heilige Zee. Nee, het heilige... En als ze dat nog niet eens zo zien... Ja? Man, dit heet al zo lang de Holy See. Ja, wake up een beetje tot je geschiedenis, jongen. Ja, maar dat is geen stoel. Maar wel, wij noemen... Nee, maar dan is die wat dat betreft de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten in het Vaticaanstad. Ik ga eventjes de vertaling opzoeken. Ik weet echt wel waar ik het over heb, hoor. Weet je, dit is een triviale meningsverschil. Waar het om gaat is dat hij de ambassadeur was in Vaticaanstad. Ja, van de Holy See. Ja, nee, in Vaticaanstad. Ja. Hij was ambassadeur van de Verenigde Staten. Oké. Ja, zie. Het wordt het heilige zien, maar wij noemen dat de heilige stoel, hoor. Ja, maar dan moet dat in het Engels als seat worden vertaald. S-E-A-T. Anyone, je zegt precies waar dit naartoe gaat. Hè? Ja, dat gaat helemaal nergens naartoe. Ja, het is wel eventjes de meest belangrijke organisatie die hier... dat zijn de globalisten. Dat is wat ik jou zo ongelooflijk met tegen je ballen had geschopt. Van, dat mag je niet zeggen, al die zielige katholieken. Ja, ik heb niet gezegd dat je het niet mag zeggen. Maar je kunt mij ook niet de mond snoeren dat ik zeg van... Hey, je zegt hier iets en het lijkt wel of je gelijk hebt... Maar als je het letterlijk vertaalt, weet je, in het Nederlands, en sowieso, dit gaat over de Global Vatican, dat is iets heel anders dan dat het katholicisme een globale kerk is. Want we hebben al gezien dat zij dat je dat moet vertalen als algemeen, in het Engels gezegd common. Ze zijn de common church, niet de globally... Niet degene die Alex Jones beticht van het uitvoeren van de Vietnamoorlog. Met dat incident daar, wat er helemaal nooit gebeurd is. De Golf van Tonkin. Die club die Alex Jones beschuldigt, deze jongens. Nee, maar wacht even. Die Sea of Tonkin, dat is een Black Flag operation. Die goedgekeurd is door, laat ik dan inderdaad wel zeggen, een katholieke president, meneer Kennedy. Die ook prompt de Vietnamoorlog is begonnen. He, die grote jaren 60 president Kennedy. Nee, dit mag je niet doen. Wat? Nou, je moet wel, als je het over de geschiedenis hebt... en heel veel mensen weten niet wat er gebeurd is. Dus daarom moeten we het over de geschiedenis... Welke president is... Wanneer is de Vietnamoorlog begonnen? Welk jaar? Dat is in de jaren 60. Dus, het is het voor de jaren 60? Ja, 1955. 55. Hoe werd die oorlog werd genoemd? Wacht even. Toen waren de Fransen nog in Vietnam. En toen zijn er inderdaad Amerikaanse steuntroepen geweest. Maar het feit toen de Fransen uit Vietnam weggingen. Toen zijn de Amerikanen doorgegaan en dat is wat Kennedy is begonnen.
En wat uiteindelijk... Hè, dat kan niet wat je nou zegt. De grootste vuilak van een president die er ooit is geweest, meneer Nixon, ja, die is hem gestopt. Die is gezegd, nee, we houden ermee op, we brengen ze naar huis. Man, dat, echt, dat klinkt als een... Laat me je vertellen wat ik heb geleerd. Ja? Ja. Toen die oorlog, toen de Amerikaanse jonge mannen naar Vietnam werden gestuurd, toen heette die oorlog Spelly's War. En, ja. Ja, dat was kardinaal Spelman. Want die wilde dat. Ah, dat kan ook best. Nou, het kan niet best. Nee, het nee, staat maar, gewoon op het fucking internet. Alles wat in een boek staat, dat is niet waar. Nee, oké, maar of het nou een paus is of een dominee die dat begint, dat maakt geen sodemieter uit. Ja, behalve... Nee, het maakt tenminste mij geen sodemieter uit. Jou waarschijnlijk wel, want jij wil daar alle schuld van de hele wereld op de schouders van de katholieken leggen. En ik zeg, ik leg die schuld van de hele wereld niet op de schouder van de katholieken. Nee. Maar als er dan toch een kwaad is in de wereld, leg ik die schuld van dat kwaad in de wereld op de schouders van alle religies. En dat is het enige verschil. Precies. En daarin verschillen wij absoluut van mening. Nee, hij begon de, kijk, ik ga ook geen reformerendje pesten. Of hervormendje pesten. Of orthodoxje pesten. Waarom zou ik daar één groep tussenuit halen? Ze zijn allemaal met hetzelfde spelletje bij zich. Ze willen allemaal werelddominatie. Ze willen allemaal de grootste kerk van de wereld zijn. En ze willen allemaal elk ander geloof uitbannen. Ja, de christenen waar ik mee omga, niet. Ook. Niet. Ook. Niet. Ik zeg toch niet. Nee, nee, en dan moet je aan mij vragen, Perry, waarom kan je dat zeker weten? Kijk, als je alleen maar... Hoe harder jij dat ontkent, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat ze dat wel willen. Want, waar zie je dat op? Iemand heeft ooit eens gezegd dat elke religie, als ze in de minderheid zijn, zijn ze vredelievend en zacht. Maar zodra ze in de meerderheid komen, zijn ze onderdrukkend en gewelddadig. Dat is niet een citaat van mezelf, maar dat heeft ooit, ik weet niet precies wie. Volgens mij zou het best wel eens Hitchens kunnen zijn. Of, wie? De Hitch. De Hitch? Wie is dat? De Hitch is een felle atheïst. Dat is een wetenschapper. De Hitch, hij heet D-E. En dan, hoe spel je Hitch? Heet hij zo? Nee, dat is zijn bijnaam. Hij heet Hitch. Ja, houd toch op. Kijk, mensen met een bijnaam. Ik heet de Hufter, weet je nog? Nee, maar als ja, daar kunnen we het ook over hebben. Moet je zeggen, Perry is een Hufter. Als jij zoekt op Google en je zoekt naar de Hitch, of een Hitch slap. Ja, want dat is wat hij deed. Dat waren uitspraken waardoor iedereen meteen met zijn bek vol tanden stond. Ja, dat waren gewoon uitspraken. En ja, dan stonden mensen met hun mond vol tanden. En dan noemen ze Hitch slappen. Je schrijft gewoon The H-I-T-C-H. En dan zie je overigens die man is dood. Maar ik kan ook Richard Dawkins noemen bijvoorbeeld. Die staat daar ook in hetzelfde rijtje eigenlijk. De Hitches zijn net zo'n stupido als Richard Dawkins. Jij vindt hem een stupido? Absoluut. Nou, oké. Maar dat komt dus omdat jij natuurlijk zegt van die mensen kunnen geen gelijk hebben. Want dat zijn atheïsten. Oh, nu vul je mijn woorden in. Nee. Waarom vind jij hem anders een dombo? Ik heb een uitzending gemaakt over Richard Dawkins. Ja. En dan om de zoveel seconden even stilhouden. En vertellen dat het ongelofelijke bullcrap is die hij aan het vertellen is. Oh, kijk, okay, je mag tegen mij best een verhaal houden. Dan moet ik die aflevering van jou nog maar eens even doornemen. En je op elk punt terechtwijzen hoe dom jij dan wel niet bent dat jij daar commentaar op hebt. Ik heb daar... commentaar op, ja. En wat? Want dan kunnen we nu ook eventjes van man tot man even doen.
Wat heb jij tegen de dingen van Richard Dawkins? Ik bedoel, die heeft fantastische boeken geschreven. Ook iemand die geld verdient aan boeken schrijven trouwens. Hè? En daar heeft hij geen god voor nodig. Dat vind ik dan ook wel weer prettig. Ja, is wel leuk. Ja, want je hebt geen god nodig om geld te verdienen met je geoude hoer. Je moet vooral de grootst mogelijke pulp moet je publiceren. Ja, maar jij en iedereen koopt dat. Want een bijbel, dat kost je helemaal niks. Als jij een bijbel wint, ik regel ik die voor jou. Een koning Jacobus vertaling krijg je voor €13, inclusief verzendkosten. Maar met bakken van Kita krijg je ook voor niks. Maar iemand moet die drukker betalen die het drukt. En dat geldt voor de bijbel, dat geldt voor de bakken van Kita, dat geldt voor de Koran. Dus iemand moet er geld aan verdienen. Dat kan niet. Dat iemand dat allemaal maar gratis doet. Iemand moet er geld aan verdienen. In de Bijbel staat, verzamel u geen goederen en waarden op deze wereld. Waar dieven en motten en roest en whatever. Het feit dat jij het niet verzamel, bij hebt. Verzamel je schatten daar waar ze veilig zijn. Oké, maar in feite wat ben je daar ook niet mee eens? Nee. Want in feite doe jij precies wat daar niet staat. Of doe jij niet wat daar staat. Want jij hebt een verzameling bijbels. Ja, en als die morgen gestolen zijn, denk je dat ik dan treurig ben? Ik heb toch mijn koning Jacobus Bijbel. Ik kan fucking Engels, jongen. Ik heb mijn koning Jacobus Bijbel online. Het enige wat ik nodig heb is iemand zijn iPad. En trouwens, de belangrijkste teksten weet ik al wel. Ik heb misschien nog liever dat mijn Bijbels gestolen worden. En ik krijg heus een nieuwe. Ik hoef alleen maar een christen te bellen en zeggen van, ik heb geen geld meer en ik wil Hosea lezen. Kan je me helpen? Maar dat kan ik ook op het iPadje of zo. Ja, nee, maar goed, natuurlijk help je. Ik bedoel, als jij zegt van, ik wil een stuk uit de bakken van Gita lezen, ik heb er eentje thuis, dan kun je er gewoon in lezen. Ja, de bakken van Gita heb ik uit. Heb je uit? Ja. Maar die heb je ook gelezen? Ja. Welke versie? Die van met zo'n blauwe kaft. Hij had een blauwe kaft. En ik heb hem gekocht bij de Theosofa, volgens mij. Of in de esoterische boekhandel. Dat was iets van €12 of zo. Ik weet welke versie dat is. Dat is inderdaad de Theosofa versie van Rudolf Steiner. Dat weet ik ook. Dat vul je nu even. Ik zeg dat ik het gewoon niet weet. Ik had de Bhagavad Gita, ik heb hem uitgelezen. Ik denk, mooi zo. Ik heb de Mahabharata, die heb ik niet helemaal gelezen. Maar ik heb wel de film gezien. Dat zijn 3 dvd's, dat is ongeveer 6 uur. Dat is een samenvatting, hoor. Ja, maar daar had ik hem uit. Want in India hebben ze van het Mahabharata hebben ze een televisieserie gemaakt. En die draait al, die is inmiddels al wel afgelopen, maar die heeft iets van 10 seizoenen gedraaid of zo. Maar die zijn ook veel dieper op de materie ingegaan. Ach man, het einde van de Mahabharata is dat dieren niet naar de hemel gaan. En mensen die dat wel willen, ook niet. Mensen die, dat staat daar fucking in. Dit was je laatste illusie. Dat staat er aan het eind van het boek. Dit was je laatste illusie. Ik vind dat jezuïeten gewauwel, eigenlijk. Hoezo? Ik bedoel, jezuïeten hebben helemaal niks met de boeken van Gita. We hebben sowieso, die zijn opgericht om mensen te vervolgen, omdat ze andere gedachten hadden dan het toegegeven katholieke geloof. Ik heb echt nu even zin om jou in de reden te vallen. Ja, en dan ga ik even oplezen. Het was dus op een donderdag, de 2e oktober. En om 2:30 PM, om 2:30 'smiddags. De Chancellor's Suite University Center. Co-sponsored by the Center for Catholic Studies, Immaculate Conception Seminary School of Theology, Institute of Judeo-Christian Studies, Institute for Interdisciplinary Studies, Dus, ik ben nog niet klaar.
Department of Catholic Studies and the University Core Curriculum, Departments of Religion and Political Science and Public Affairs, Campus Ministry and the Priest Community. Dus dan weten we in ieder geval waar ze zitten, een hek eromheen en alle niet meer op het internet. Dat valt mij in de reden, dan mag ik jou even in de reden vallen over dit. Ja. Al die dingetjes over dit globale, nou global moet ik dan even zeggen, misschien is dat een betere, dat voortaan al het algemeen, het katholieke, global, dat hoe de katholieken allemaal, werken, ja. Dat dit allemaal katholieke organisaties zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Zij steunen elkaar en ze trouwen alleen maar binnen de families en... wij zitten gewoon buiten de... Tot nog toe zie ik jouw kritiek niet. Ja, mijn kritiek, maar je bent het in ieder geval met mij eens dat ik had alle recht om een connectie te maken tussen het woord global en het woord Vaticaan. Ja, want boek is mij, dat heb ik in de handen gehad. Het is misschien niet jouw fout, maar het is misschien een vertalingsfout in het woordenboek wat jij toen gelezen hebt. Daar kun je op basis daarvan zou je die vergissing kunnen maken. Ik heb geen woordenboek nodig, want Alex Jones... Nee, maar jij zegt dat in jouw woordenboek staat dat het katholicisme het globale geloof is. Nee, het algemene, universele. Ja. En op zijn Amerikaans heet dat global. Maar in jouw video over katholiekjes pesten heb je het over van... Globaal. Ik zat alleen maar die ene katholiek. Ik zat alleen maar die ene zwart jurk. Ja. Die zat ik belachelijk te maken. Ja, want Christus Jezus heeft gezegd: noem niemand op deze aarde je vader. En dan kan je zeggen: ja, je mag toch tegen je vader papa zeggen. Maar dat is je biologische vader. Het gaat erom: noem niemand je priester. Nee, maar je moet hekel hebben aan je zuster en aan je broeders en aan je moeder en aan je vader. Dat is een ander verhaal. Jij moet je Bijbel echt veel beter leren lezen, jongen. Jij bent er alleen maar op vlakken doorheen geskipt. En je denkt ook, dat is allemaal bullcrap, net als de rest. Ik heb hem van A tot Z gelezen. Nee. Van Alpha tot Omega. Absoluut niet. Oh ja. En waarom? Maar waarom? Het is wel een hele lange tijd. Waarom is nee, dat? Is wel okay, een hele als jij de Bijbel zo gelezen, goed begrepen hebt. Hou je mond. Ik zeg niet dat ik hem als goed jij, als ik zeg jij... niet dat ik hem goed begrepen heb. Ik zeg dat ik hem gelezen heb. En ik ga niet zeggen... Wat heb je aan lezen zonder in begrijpen? In Jeremia zoveel staat dit. Nou. Ja, what the heck. I can pick anything out of any book. Okay. En dan kan ik iets wijs uit zeggen. Want in de Boom van de Ring staat... Je mag nu doorratelen. En dat is uitermate oninteressant voor de kijkeraars. Vind jij? Dat vind ik. Maar dat hangt, misschien een beetje van jouw kijkeraars af. Ja, uit. Die 10 miljoen kijkers die jij hebt. Dat maakt niet uit. Nee, daar ga je me niet op pakken. Nee, maar goed. Ik sla al deze meuk op mijn nas. Weet je, als de kijkeraars het niet pikken, dan stoppen ze gewoon nu met luisteren. Ja. En voor de rest, of met kijken moet ik dan zeggen. Oké, maar nu komt de vraag. Kijkeraars die hier luisteren. Nu komt de vraag. Jij zei dat je de Bijbel van Alpha tot Omega hebt gelezen. Ja, van begin tot eind. Precies. Van, je begint met Genesis 1 en je eindigt met... Deze toevoeging is niet nodig. Alpha... Ja. Bij jou, heeft er iemand een brommer in jouw huis staan? Ik sta je even niet. Dus kun je dat herhalen wat je net zei? Die vraag? Ik zei... Alpha en Omega... Dat zijn twee letters uit het Griekse alfabet. Zeker. Van het begin tot het eind. Ja. Van kaft tot kaft heb jij het gelezen. Oké, laat ik zeggen dat ik het heb van in den beginnen schiep. Nee. Tot de vraag nog niet. Het was alleen maar een inleiding voor de kijkeraars dat zij weten
dat jij de Bijbel van kaft tot kaft gelezen hebt. En nu doe ik een test, een toets. Ja? Wat is jouw uitleg van de frase, de laatste zullen de eerste zijn? De laatste die doodgaan, die zullen als eerste in de hemel komen. En de eerste die doodgaan, zullen als laatste in de hemel komen. En dat slaat helemaal nergens op, feitelijk. Jouw uitleg is een uitlag eigenlijk. Vind jij? Waar gaat het om, dat boek? Ik weet waar het over gaat. Oh, zalig zijn de simpelen van geest. Nee, niet afdwalen van onderweg. Ja, nee, laten we stilstaan. Het is hetzelfde verhaal. Want hoe zat het verhaal in elkaar? Ach, moet ik dat weer letterlijk citeren? Nou ga je me dus weer. Nee, maar nou ga je me dus weer pakken. Nee, nou ga je me dus weer pakken. Op iets waarvan ik zou moeten weten in welk deel het van de Bijbel staat. Dat kan ik voor je opzoeken. Nee, dat is geen enkel probleem. Kom op. Marco, laten we dit vrolijk houden. Ik ben die hele categorisering van. Ja, maar in Ezekiel nummer 12 staat. Ah, ja. Dat, nou ja, weet je, dat kan zijn. Ik zoek het voor je op. Ik ga het boek. Het is zo van, mooi. Het is zo. Nee, maar ik ga één keer van kaft tot kaft lezen. Dat wil niet zeggen dat ik elk verhaaltje. Ik weet het. Uit de hoofd ken, weet je wel. Ik weet ook niet meer precies. Toen ik in de Boom van de Ring van kaft tot kaft heb gelezen. Wat elk detail. Hè? En als ik naar de film kijk, dan zeg ik wel een paar details van. Hé, dat zit niet in de film. Ja, maar waar ik bij stil wil staan. Is dat dat mooie, beloftevolle verhalen zijn. Ja, in de Indiase mythologie hebben ze ook mooie, beloftevolle verhalen. In de Griekse mythologie hebben ze dat ook. Ik bedoel, dat is universeel aan die hele religiezooi. Dat het allemaal mooie, beloftevolle verhalen zijn. Jij hebt het gewoon niet begrepen, maakt niet uit. Nee, ik heb het juist wel begrepen. Jij begrijpt het niet. Maar goed, een mooie discussie die we nou hebben. Laat ik het zelfs dan nog anders zeggen. Wij begrijpen elkaar niet. En eigenlijk is het dat. Ik heb gewoon een blijde boodschap. Ik begrijp niet waarom jij zo'n... Ik ga hem even opzoeken. Zo'n mythisch figuur aanhangt. Ja, zo'n figuur waarvan... Ja, zoals Boeddha. Dat ik Boeddha eigenlijk wel een toffe... Meneer Siddhartha is een historisch figuur. Dat is aantoonbaar. En niet alleen door boeken die geschreven zijn. Je dwaalt af van het onderwerp. Nee, ik dwaal niet af van het onderwerp. Ik zei net dat ik dat respecteer. Ik houd Boeddha erbij om jou een standpunt te maken. Ja, natuurlijk. Gewoon... En jij haalt hem er onterecht bij. Fok. Jezus is niet een historisch bevestigd figuur. Er is, hoewel er door een Joodse schrijver wel een aantal Jezussen zijn genoemd. Maar, geen daarvan werd ofwel de Nazareër ofwel van Nazareth genoemd. Terwijl Nazareth nog niet eens bestond in de tijd dat Jezus zou hebben geleefd. He, want hij was een Nazareër. En dat was dus niet dat hij uit Nazareth kwam. Aha. Maar dat was omdat hij bij een bepaalde geloofsorde hoorde. He, de Nazareërs. Mm-hmm. En dat waren predikers en... verhalenvertellers profeten, mensen die andere mensen terecht wijzen over hoe zij hun leven moeten leiden. Ja, precies. Onterecht op basis van een sprookjesfiguur, een tovenaar die niet bestaat. Kom op, zeg. En dan zeg je tegen mij dat ik bang ben voor de waarheid. Ja. Ik denk dat die mensen die geloven in de tovenaar en denken dat ze, als ze een goed leven leiden, naar de hemel gaan, dat die in een sprookje geloven. Fokker die fok, hier staat... Ja, nou... Ja, ja. Nee, luister dan even naar mij. En ga de kijkeraars vertellen waarom het bullcrap is wat ik zeg. Terwijl ik uit de Koning Jacobus Bijbel voorlees. Want dan stop je je geld... Put your money where your mouth is. Ja, dan stop je geld. Ja. Ik kan nog zo jij gaat mij er nu... Er staan zulke mooie dingen in de Bijbel. Ja, die staan erin, dat ontken ik ook niet. Maar er staat ook zoveel ongelooflijke bullshit in die Bijbel.
Ja, ik pak hem uit. Noem dan. Noem maar dan. De krenten uit de papreligie. De mensen die dus een boek lezen en zeggen van ja, maar dat Jezus zegt dit. Ja, maar Jezus heeft ook nog een heleboel anders gezegd. Even. Want aan de ene kant zegt hij dat je je vader en moeder moet eren. En aan de andere kant zegt hij dat je ze moet haten. Ja. Dus. Snap je dat niet? Nee, wat heeft hij dan? Christendom is alleen voor intelligente mensen. Nee, nou dat. Nou, en jij vindt dat ik moet snappen dat hij zichzelf tegenspreekt. En ik bedoel, je kunt mij betrappen dat ik mezelf soms tegenspreek. Dat vind ik prima. Ja? Maar ik betrap hier dus. Die meneer die zegt van ja, natuurlijk moet je je vader en moeder eren. En vervolgens zegt hij van ja, natuurlijk moet je je vader en moeder haten. En moet je ze, als je mij wil volgen, je hele familie en je hele hebben houden achter je laten. Ja. Wat nooit wil begrepen, dat? Nooit begrepen, mijn vriend. Jij hoopt nog steeds op je eeuwige uitkering. Nee. Nee, dat zijn juist mensen die geloven in dit soort blabla. Hè, die denken dat als ze op een bepaalde manier leven, dat ze daardoor voor beloond worden in hun eeuwige uitkering, namelijk de hemel. Nee, ja, daar heb je echt geen kut van, jongen. Nee, in plaats van dat ze eeuwig gestraft worden in het vuur en. Ja, natuurlijk. Ach, kom op, man. Ga toch weg. Hou toch op. We zullen branden in alle eeuwigheid, jongen. Maar gelukkig. Weet je, kunnen we in de hel tenminste ons doorslessen met bier. Want dat hebben ze in de hemel niet. Heb je ook niet nodig. Nee, leuk op een wolkje zien. En al je vrienden zitten met een harpje. En al je vrienden zien lijden in de hel. Dat lijkt mij een prettig vooruitzicht. Waarom praat je zo beeldend? Dat heb je helemaal niet gezien. Je zit er van alles bij te sleuren. Laat me even zeggen dan. Oh, nee. Jij maar gaat nee, mij... Ik mag er geen voorstelling van maken volgens het boek, hè? Exact, ja, want die vertaling van jou. Het boek zelf is een voorstelling van. Dus het boek zegt eigenlijk van, zelfs wij hadden dit niet mogen doen. Ah. Wij hadden dit boek niet mogen schrijven, want hier is een beschrijving van onze God. Hij zegt... Jij gaat nu je geld stoppen waar je mond zit, en je gaat deze uitspraak van Christus Jezus onderuit halen. Net zoals je dat geprobeerd hebt met Spreuken 15 vers 1. En met... Ik hoef zijn spreuken niet onderuit te halen. Want ik zeg, er staan goede dingen in dat boek. Alleen ze zijn schaars. Waarom is het dan dat ik hoef maar ergens te kijken. En het is allemaal goed. Ja, maar heb je... Heb jij een bias voor badness of zo? Heb jij hem van gelezen? Gewoon de opeenvolging... En dan misschien niet dat ik letterlijk weet, hey, hier staat daar, want ik heb daar nooit echt op gelet. Dat maakt toch helemaal niet uit? Je kan de Bijbel openslaan zoals je de I Ching open doet. Dat is voor onzin. Ja, maar oké, als je het hebt over een boek wat nergens op slaat, dan heb je het over de I Ching. Er staan wijze woorden in, er staan goede dingen in. Maar als jij 6 muntjes gooit, of 3 muntjes gooit 6 keer, en je denkt dat daar je levenslot van afhangt, dan ben je weer knettergek. Ja, dat staat in het tweede gebod. Gij zult u niet buigen voor een gesneden beeld. Nee, dat gesneden beeld, I Ching, heeft niks met gesneden beelden te maken. Absoluut wel. Nee hoor, het heeft te maken met 3 muntjes die je gooit. 6 keer. Dan heb je een bepaalde uitkomst van wat die muntjes dan zeggen. Aha. Overigens is die I Ching niet gebaseerd op die 3 muntjes. Die 3 muntjes zijn later toegevoegd. Moet ik dan ook even zeggen. Oh. Eigenlijk is het gebaseerd op stokjes. En iemand gooit... Hoe heet het die stokjes? Dat zijn een bepaalde plant of zo. Was het? Ja, maar iemand gooit die stokjes. Of die muntjes. Uh-huh. En dan kan ik een voorspelling over je doen. Dat is net zo waanzinnig en idioot als de astrologie. Dat slaat ook nergens op. Oké, en dan deze. Ik doe hem eerst even, dus vers 18 van Matteüs hoofdstuk 19. Matteüs is het eerste evangelie. Huh? In de King James staat, he saith unto him, which
Jesus said, thou shalt not do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Even op zijn Nederlands. Jij mag het zo dadelijk gaan fijn hakken. En elkaar helemaal gehakt van maken. Op zijn Nederlands. Hij zeide tot hem. Dat is de gemeenschap. Welke? En Jezus zeide. Ik haak. Je moet eigenlijk iedere hoofdstuk vanaf het begin lezen. We haken half in. Maar je moet ook de vraag die er voorgesteld wordt. Ja. Moet je ook even in beeld brengen. Want dit is een antwoord op een vraag. Ja, dus welke geboden moeten wij houden? Precies, daar gaat het ook om. Ja. Oké, okay. Thou shalt do no murder, dat is 1. Ja, thou shalt even op commit adultery. Thou shalt not steal, dat is 3. Thou shalt not bear false witness, dat is 4. Uh-huh. Honor thy father and thy mother, dat is 5. Ja, klopt. And thou shalt love thy neighbor as thyself is 6. Dat zijn 6 van de wetten die als de 10 geboden worden neergezet. Mm-hmm. Hij heeft daar niet bij gezegd, thou shalt take no other one before me, mm-hmm. In het Engels gezegd. Mm-hmm. Zoals in de 10 geboden wel staat, van ik ben een jaloerse god. Ja. Op wie is die jaloers dan? Op welke god is die jaloers? En waarom zou die jaloers zijn als hij de almachtige is? Als ik de Almachtige zou zijn, zou ik op niemand jaloers zijn. Waarom? Hè? Ja. Dus hij laat eigenlijk de eerste 4 geboden. Hm. En die 10 geboden is ook maar een fabeltje wat niet helemaal klopt. Hè? Want er zijn er veel meer geboden dan die 10. Maar dat zijn dan de 10 belangrijkste. En dan noemt hij de 6 belangrijkste op. Maar. Even op zijn Nederlands. Even op zijn Nederlands. I do not murder. Jesus. I do not commit adultery. I do not steal. I do not bear false witness. And I honor my father and my mother. And I love my neighbor as I love myself. Dus wat doe ik dan nog verkeerd? Ja, jij hebt gewoon recreatieve seks gehad met een vrouw waarvan je wist dat hij een vriend had. Weet je dat zeker? Volgens mij heb je dat verteld. Dan moet ik even heel diep nadenken wie er wel zou zijn. Hmm. Nee hoor. Nee. Nee, dat heb ik je niet verteld als iemand anders. Want voor zover ik weet... Maar ja, goed, adultery kun je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Ja, zal ik even het Nederlands doen? Mag ik slapen, als je begrijpt wat ik bedoel? Wat zegt ze nou? Ik heb wel in het rond geslapen. En dat zou je ook als adultery kunnen zeggen. En ik heb seks gehad voor het huwelijk. Zeker nog, ik heb alle seks gehad voor het huwelijk. En ik heb, want ik ben niet getrouwd, dus alle seks die ik heb gehad is voor het huwelijk geweest. Tenzij ik natuurlijk nooit trouw, want dan kan ik technisch gezien geen seks voor het huwelijk hebben, want dan vindt het huwelijk niet plaats. Nee, maar laten we even op het Nederlands even voorlezen, want anders wordt het niet duidelijk voor de kijkeraars. Hij zeide tot hem, welke? Jezus zeide, deze, dubbele punt. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Okay. Gij zult geen vals getuigenis geven. Komma. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Oké, dus ik mag... Ik ga nu even flauw doen hoor. En als ik niet mag doodslaan, dan mag ik dus wel doodsteken. Ik denk dat je daar een van jou... Maar die andere, over die adultery in het Engels... Ja, murder gaat het over. Huwelijksbreken. Thou shalt not do no murder. Doodslag. Ja.
Moorden. Nee, maar als ik dus letterlijk, als ik dingen letterlijk ga nemen, dan zeg ik van, ja, als ik geen dingen mag doodslaan, dan ga ik ze doodschieten. Dat mag dan wel. Snap je wat ik bedoel? Van, hoe letterlijk wil je dat nemen? En bovendien, in die andere vertaling staat het anders. Vertaling staat het anders. Hoe staat het in jouw vertaling? Thou shalt no, do no murder. Ja, maar hoe staat het in jouw Statenbijbel? Nou, dan moet ik even kijken. Waar zitten we dan? Ik heb hem bij de hand. Matteüs, hoofdstuk 19, vers 18. Nieuwe Testament, ja. Even kijken. Achterin, eerste evangelie. Corinthiërs, er zit... Gekke is dat de vroege boeken van het christendom aan de achterkant zitten. Het evangelie van? Matteüs. Ik ben nu bij Lucas, moet ik waarschijnlijk terug. Ja, klopt. Het is het eerste evangelie. Matteüs. Dat hebben we 18, 19. Uh-huh. Matteüs 10 en 11. 12. 25. Je hebt ook zo'n bijbel met van die dunne pagina's, hè? Ja, dat kun je horen, hè? Ja, maar die klinken het mooiste, hè? Ja, nee, dat is... En bovendien, dat zijn ook de goede bijbels. Ja. Want ooit heeft iemand gezegd van... Nee, de bijbel... je wordt niet high van hasjes, je wordt high van de bijbel. Toen heeft iemand gezegd van... Ja, ik heb die hele bijbel opgebloot. En ik ben er niet high van geworden. Ja, als... dat snap ik wel. Maar dat maakt ook helemaal geen donder uit. Want ik zie het hier voor mij in het Engels. En... Je kan die King James Bijbel online, die kan je niet smoken. Oké, 18... En als je mijn Bijbel aanpakt, dan op een dag ga ik toch weer terug naar die tijd voordat ik de Bijbel las. En dan ga ik gewoon rammen. Hè? Want de eerstvolgende die mij... Ja, ik ga er bovenop, jongen. Ja, dat weet ik. Je bent zo van optiekeling. Ja, precies. Ik ben een... Ik ben geen christen hond. Oké, nu maar vergeten. Ik ben een christen wolf. Maar waar zitten we nou eigenlijk? Want ik ben niet Matteüs, hoofdstuk 19, vers 18. Hoofdstuk 19, vers 18. Kijk, ik zat in hoofdstuk 18 te kijken. Hè, dat vond ik al een beetje vreemd. Vers 18, daar zit hij tussen de 16 en de 26. Even kijken, vers 18, hè? Mm-hmm. En hij zeide tot hem welke? Jezus zei, gij zult niet dood. Hier staat ook doodslaan. En niet echt breken. Maar dat echt breken, dat geeft dan een duidelijke definitie van wat in ieder geval in de Nederlandse vertaling adultery betekent. Ja. Dus als ik alleen maar geslapen heb met sletjes die niet getrouwd waren, dan pleeg ik dus zeg maar in deze zin geen adultery, geen ja, echt breken. Heb je er seks mee gehad? Ja. Met welke belofte dan? Dat we een leuke avond hebben. Een leuke nacht. Dat heet fornication. Hij is er wel op tegen dan. Het is sodomie. Ja, ja. Ja, maar ik bedoel, is dat echt breken dan? Ik vind... Ik heb in mijn leven alleen maar seks gehad met vrouwen... Waarvan ik dacht dat ik daar bejaard mee zou worden. Oh, dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb wel altijd seks gehad met vrouwen waarvan ik dacht van, nou, daar kan ik misschien wel mijn leven. Okay. Maar het is niet nooit die van, dit is de enige vrouw met wie ik het ooit zou willen doen. En met wie ik misschien wel eventueel oud zou kunnen worden. Maar... het niet per se hoeft. En sterker nog, ik ben erachter gekomen, hoe minder van dat je hebt, hoe minder je uiteindelijk last hebt van jaloezie en van al dat soort dingen. Ja, en dan is het gewoon, hey, we hebben een leuke nacht gehad, hey, misschien de volgende keer weer. En dan, dan is het goed. Kijk, en als de zwanger van ons gewip zou worden, natuurlijk gaan dan andere dingen spelen. He? Maar dat is mij in ieder geval nooit overkomen. Dus dat is dan weer een meevallen natuurlijk. Dat weet je niet zeker. Wat? Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ik zeg het met een zekerheid van... Misschien is er dus wel een kleine Marco ergens.
Ja, dat zou er best wel kunnen. Maar dan wordt even wel... voor de kijkeraars. Even voor de kijkeraars. Dan wordt hij wel. Even voor de kijkeraars. Dan wordt hij wel goed voor mij verborgen gehouden. Even voor de kijkeraars. Marco Robbersom en ik. We hebben een artiestennaam. Dat maakt allemaal niet uit. We kennen elkaar al een tijdje. En we kennen nog een Marco. We kennen wel meer. En die andere die heette Lange Marco. En professor Dr. Marco Robbersom, die heet in de kroeg Kleine Marco. Want als je in die kroeg, dat voormalige officierscafé, iets gaat zeuren over Marco, dan vragen ze mij, welke Marco? En dan zeg ik altijd, Kleine Marco. Oh, je kunt ook zeggen Marco. Want ik zit hier meestal te zeuren over jou, denk ik. In een positieve zin, hè? Kijk, wij hebben discussies. Marco en ik hebben bijvoorbeeld ook weinig discussies. Want Marco die is gewoon leuk bezig met zijn kleutertjes. Dat moet hij ook gewoon blijven doen. En die wil niet over waar wij het over hebben, wil hij het al helemaal niet over hebben. En daarom heb ik die gesprekken met jou en niet met hem. Dat is heel duidelijk. Ja, God. Wij hebben, ondanks dat we elkaars tegenpolen zijn op een heleboel punten, hebben wij ook een heleboel gemeenschappelijke punten. Eén daarvan is dat jij met mij die discussie wil aangaan en ik met jou ook. Ja. En dat wij allebei keihard op onze eigen positie staan. Mm-hmm. Ja? Maar dat we wel openstaan op een bepaalde manier. Maar op bepaalde punten gaan wij elkaar echt agressief in de reden vallen. Maar erger dan dat wordt het ook niet. Dat vind ik dan ook alleen maar taal. Sticks and stones can break my bones. Ja. Ja. En jij kunt wel zeggen dat ik dingen niet begrijp. Maar jij kan dat niet vanuit mijn perspectief zien. Ik kan het ook niet vanuit jouw perspectief zien. Om onszelf even de hemel in te prijzen. Laten we dat doen. Want weet je, als we elkaar de hemel in prijzen, dan komen we in de hemel. Maar ja, ik zou er best wel problemen mee hebben. Wat wij doen, voor zover er mensen naar ons luisteren. Ja, en dat zijn er geen honderden, want dat kan niet. Dat kan niet. Nee. In Amerika, daar zitten voorbeeldgevers voor mij, exemplaren. En die gaan richting de honderden. Maar dat is Engels. Ja, maar die kijken ook allemaal maar 10 minuten. En onze gesprekken duren langer dan 10 minuten. Dat is gewoon een feit. Er zijn mensen mensen... Luister even naar mij. Mensen die luisteren dat uit. Ja, dat weet ik. Een verhaaltje voor het slapen gaan. Nou, ik denk... De meeste van jouw kijkers... Ja, of onze kijkers, zo kunnen we het ook zeggen... Ja. Ja, dat die dat wel uithouden... 2,5 uur gelul... over in de ruimte. Over... wat er nou wel of niet klopt in de Bijbel... of in andere boeken... He, want we kunnen ook even goed andere boeken erbij halen. En als jij een vertaling van de Gita bij de hand hebt, dan gaan we het over de Gita hebben. Als jij een vertaling van de Koran hebt, dan moet ik er nog even eentje kopen. Maar dan gaan we het over de Koran hebben. Ja, dat kan ook. Kijk, je moet, kijk, en dan belt Claudia weer. Ja, ja die belt altijd als wij met elkaar praten. Ja, dus dan moet ik even. Je bent toch niet live aan het uitzenden of zo? Dag lief, ik bel je zo terug. Ik ben even in gesprek. Ja. Tussen nu en 5 minuten, 10 minuten, ja? Tot zo. Doei. Nee, maar dit is bijna alsof zij aanvoelt wanneer wij met elkaar lullen. Of belt ze jou 3 keer per dag of zo? Nee. Oké. Maar ik bedoel... Gewoon geen enkel probleem, man. Nee, dat is helemaal geen toeval. De maatschappij is broeierig. Is dat zo? Ja, vooral met die directed energy weapons op die 9-11 towers. En die globale verwarming heb je ook nog. Nou, dat is en al die Mohammed. Mag ik dat even terugvertalen naar een verwarming waarvan je nooit precies weet of die nou een tikje te koud staat of een tikje te warm? Ah. Maar ongeveer. Klopt het wel, noem ik schat. Ik ben warmbloedig. Ik maak mij niet uit. Oh, je bent warmbloedig en je voelt kou en je voelt warmte. Ja, en als ik kou voel, dan neem ik altijd jenever of zo. Of varkenslever. Ja. Want het rijmt, hè?
Ja, maar dan heb je dus minder last ervan. Ja, natuurlijk. Ik moet wel uit mezelf warm zijn. En nogmaals, je weet... En ik heb helemaal geen zin om eventjes terug te keren naar vers 18 van hoofdstuk 19. Ik ga helemaal niemand niet vermoorden. Nee, maar... Dat doe ik natuurlijk niet. Adultery, nee, maar, dat doe ik ook niet. Ik blijf altijd met mijn tengels voor iedereen af. En stelen, ja... Je kan zeggen dat door mijn intellect steel ik zoveel euro van de gemeente voor het verzorgen van een website. Dat zou je nog kunnen zeggen, dat ik een soort softwarehoer ben. Maar voor de rest, ik steel toch niet. Ik ga andere mensen geen spullen afpakken. En ik ga zeker niet vertellen wat er niet gebeurd is. Nee, want die fijne moeder van mijn kind, die heeft in de buurt lopen vertellen dat ik haar verkracht heb. Ja, ik zei dat tegen haar, want dat heb ik helemaal niet gedaan. Hm. En zij moest zo lachen en zei van ja, ik vond het wel een goede manier om jou op de kaart te zetten. Ze wilde een portret maken van mij, maar hij heeft mij verkracht. Dat was helemaal niet waar. Nee, maar Perry, jij bent ook een typische verkrachter. Dat is gewoon duidelijk aan jou. Sorry, dit was weer even mijn sarcasme. Ik bedoel, ik ken jou beter dan... Zij had het over dat ik dus haar overmeesterd had en ik had mijn penis in haar vagina gestopt en zij krijsen en ons kind werd niet wakker, want die was heel diep in slaap. En toen heb ik haar moedwillig, ze zei van ja, zo ben jij. Maar dat heb ik helemaal nooit gedaan. Bij mijn weten niet. Ik snap ook niet waarom mijn kind niet wakker geworden is, want ze had toch kunnen schreeuwen? Ja, maar ik weet niet hoe dat zit. Ik bedoel, dat is women's privilege, heet dat. Vrouwenprivilege. Die mogen mannen beschuldigen van verkrachting. Ook al is het niet waar. En ze krijgen toch vaak gelijk, weet je wel. Ja, die hele buurt, die kijkt mij niet meer aan, hè. Behalve van top tot teen. Van, oh, daar loopt die verkrachter. Ja. Ja, leuk is dat. Ja, ik vind het best. Ik had laatst een barbecue bij Claudia... En dan kon ik aan mijn kind vragen van hoe gaat het met die, hoe gaat het met die, hoe gaat het met die en hoe gaat het met die. En mijn kind lekker bla 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 bla, dan kan ik nog een beetje horen hoe het gaat. Ja. Maar al die volwassenen daar, die zien mij lopen als van, oh, hij heeft de moeder van zijn kind verkracht. Ja, maar die geloven haar dus, zonder dat daar... Want, ben je ervoor veroordeeld via een rechter? Ik bedoel, je bent daarvoor veroordeeld via die mensen die in die buurt lopen. Ja, alleen maar... Heeft de rechter jou veroordeeld? Zij heeft niet het lef... Ze had het lef moeten hebben. Heeft zij haar beschuldiging voor want een toen, rechter want, zij beweerde, maken? Zij beweerde, nee? Zij beweerde na de abortus... Want allerlei mensen vroegen aan haar van... Je had toch een dikke buik en waarom is die bult weg? Ja. Toen heeft ze gezegd, ja, ik ben verkracht door Perry. En die verkrachting die had plaats moeten vinden in juni of zo. Maar ze had in juni naar de politie moeten gaan en zeggen, ik ben... Hoe heet dat ook weer? Verkrachting binnen het huwelijk? Ze had de volgende dag gewoon naar de politie moeten gaan. Dat heeft ze niet gedaan. Zij vond het leuk genoeg om in de buurt te vertellen dat ik een verkrachter ben. Binnen het huwelijk. Dat is in Nederland helaas geen verkrachting. Volgens de wet, als je getrouwd bent, dat is een vrijbrief eigenlijk om verkrachter te zijn. Sorry! Ja. Oh, jij wil mij toch een beetje dat die buurt... Dat, wat zij nee, dus zei, nee, wat de moeder van mijn kind zei... Nee, nee, ik wek een beeld op van jou en dat beeld is correct. Zij heeft gewoon achteraf een beeld van nou, dit was een verkrachting... terwijl ze gewoon toestemming had gegeven. Ik bedoel, dat soort dingen ken ik wel. Ja, ik nog erger, wat ook kan, want Peter Bosman... en dat is een van de weinige mensen waarvan we de naam uitspreken... Nou, Peter Bosman, die woont in Arnhem-Zuid, looking up, gooi een Molotov cocktail door zijn woning heen en zorg ervoor dat zijn zoon van tevoren weg is.
Want? Ik denk dat hij haar zwanger heeft gemaakt. Oh, maar dan was het geen verkrachting. Snap je nee, want zij wilde seks met Peter Bosman. Heeft ze precies, mij ook heel ja, eerlijk... Nou ja, goed. Maar dan was mijn kind was vijf. En mijn kind was vijf. En toen mijn kind acht was... denk ik dat hij haar zwanger heeft gemaakt. Prima, en dat hij dat tegen haar heeft gezegd van... ja, dit gaat niet helemaal goed. Laat maar wegsnijden. Dat gaat helemaal gratis en voor niks. Je hoeft alleen maar het openbaar vervoer te betalen. En je geeft gewoon iemand anders de schuld. Want ik had haar verkracht. Ja. Nou. Dat zijn geen leuke berichten. Nee, maar dat zijn geen leuke berichten. Ik heb ook verteld. En zulke dingen komen voor, Perry. Je bent niet de enige. Ja, het punt is dat hier staat... Hier staat... Dat jij niet de enige bent die dat hier, ja, fuck you. Hier staat dat Jezus zei... Hou je aan deze dingen. Ja, en... En als je daar niet aan houdt, dan krijg je... Want ik ga om met mensen die houden zich niet aan deze vers. Nee, zijn die denken, ik leef er gewoon op los. Ik zeg na mij de zonvloed. Op zich staat er niks verkeerd in. Maar het is wel zo, van als je je moraliteit baseert op dit boek... Ja, dan... Staan er goede dingen in? Dat zeg ik dus nogmaals. Er staan goede dingen in. Ja, maar dat is common knowledge. Sorry, daar heb ik geen god voor nodig om mensen geen kwaad te doen. Daar heb ik echt geen god voor nodig. Ik doe gewoon mensen geen kwaad. Daar staat of ik Christus, dan nou voor beloond word of gestraft word, hou nou interesseert op. Me niet. Hou nou op. Christus Jezus heeft het alleen maar gehad over het koninkrijk der hemelen. Ja? Niet over God. Nou, maar hij spreekt toch over zijn vader. Niet dat het familie van hem is, maar hij heeft het toch over zijn vader. Ja. En daarmee probeert hij aan te geven dat je op een bepaalde manier een relatie met die godheid kunt opbouwen. En als je dan toch een relatie opbouwt met God... Hij had het over... Ja, nee, maar als je dan toch een relatie opbouwt met die God... Hmm. Dan zou het de vader kunnen zijn. Het zou ook de moeder kunnen zijn. Ik bedoel, het is maar net of je een jongetje bent of een meisje. Ik totaal andere dingen gezegd. Ik ga Claudia terugbellen. Maar deze dingen had hij ook gezegd, hoor. Ik ga Claudia terugbellen, want zij gelooft dat het hele gebeuren rondom Jezus, Christus Jezus, pas 300 jaar oud is. 300 jaar oud. Terwijl wij weten dat hele verhaal is, wanneer is dat begonnen? 30 na Christus, dat is 2000 jaar geleden. Lijkt mij ook, ja. Mensen, die historische feiten geloof ik wel. Ik bedoel, hoe moet ik zeggen, de concilie van Nicea. Hmm. Ja, wanneer was dat? 300 na Christus? 325, 324. Ja. Nou, dat is toch altijd nog altijd zo'n 1600, 1700 jaar geleden. Dat lijkt me ook. En daarvoor was de shitshow al begonnen. En er ook wordt beweerd dat wij niks weten van het leven van Christus Jezus vanaf zijn 13e, 14e, zijn puberteit, tot en met zijn 30ste. We weten de verloren jaren van. Wij weten helemaal niks van zijn hele leven, want het is allemaal maar heersen. Het is allemaal maar wat andere mensen over zo iemand gezegd. En het is wel zo. En of die werkelijk bestaan heeft, dat is niet aan te tonen. Het is wel zo dat verstandige mensen snappen deze tekst. Je mag niet doodslaan. Je mag geen overspel plegen. Je mag niet stelen. Je mag geen valse getuigenis afgeven. Als je dat wel doet, homo! Nou, ik zou zeggen van de enige reden waarom ik eventueel een eed zou afleggen op een Bijbel, dan is het vanwege deze tekst.
Maar ik vind gewoon dat ik ook kan zeggen van, ik beloof dat ik dit niet zal doen. Ik weet... Zonder dat ik daarbij een vader of een god of een ding voor nodig heb, weet je wel. Dus ja, dat heb ik niet nodig. Ja, ja. Want ik ben gewoon een... hoe noemen ze dat ook alweer? Superman was een mild... was het ook alweer? Een mild-mannered person. En dat ben ik ook. Ik heb een hele mooie afsluiting in gedachten. Maar nu ga jij afsluiten. Gewoon finish me off. Maak me af. Superman is Clark Kent. Clark Kent is een Superman. Superman is natuurlijk een... is het een god? Ik stel het even die vraag aan jou. Je mag mij meehelpen met mijn afsluiting. Is Superman een god? Of is jij kan jezelf toch wel... Ik hoef je toch fucking niet te helpen. Nou oké, dan vraag ik mij af, is hij een god of is hij een held? Ik zeg van, nou ten eerste bestaat hij niet. Klopt. Okay. Hier zijn we het over eens. God bestaat niet. Maar dat is taalkundig, is dat... Oké, gaan we door. God bestaat niet. God bestaat niet. Nou ga jij mijn afsluiting interromperen. Ja. Vind ik wel leuk. Dat ik op jouw verzoek, hè, lieverd. Ja. Maar ik interrompeer jouw openingen ook op jouw verzoek eigenlijk. Want, zelfs als je me zegt van, wil je me niet interrompeteren, hoop je er eigenlijk op dat ik een leuke interruptie heb. Hè, want dat hoort bij een goed debat. Maar als jij in je opening al dingen zegt waarvan ik zeg, nou, Perry, kom op. Dan ga ik meteen op reageren. Ik wacht niet totdat jij uitgesproken bent, want dat is niet altijd nodig. En dan wil jij bijvoorbeeld een citaat helemaal doornemen. Dan heb ik hem ook al doorgenomen. Zoals bijvoorbeeld met dat boek, The Global Vatican. Ja, dankjewel. Wat door een heleboel katholieke organisaties is geschreven. Aha. Ja? Of tenminste, die hebben het ondersteund. Mm-hmm. En wat staat er eigenlijk in? Is dat een goede organisatie, The Global? En jouw ogen natuurlijk niet. Maar is het een goede organisatie? Doen ze alleen maar aan goede dingen? Ik denk het niet. Zij bepalen de binnenlandse en buitenlandse politiek van Amerika. Als je rijk wil worden, ja, dan moet je deel worden van een goed doel. Ja. Ik bedoel, je kunt deel worden van... Je bent bezig met je afsluiting, hè? Ja, oké, maar dat gaat nog wel even duren, want het kost nog wel een kwartier, denk ik. Want ik hou eigenlijk nooit op. Tenminste, ik hou een keer op. Hè? Dat is onvermijdelijk, hebben ze mij verteld. Maar tot die tijd hou ik niet op. Nee. Want ik moet echt zeggen, alle kwaad van het wortel van alle kwaad in de wereld is religie. En niet eens het geld. Want dat is alleen maar een consequentie van geloof. Geld ook. We geloven dat geld iets waard is. En daardoor is het iets waard. We geloven dat God iets waard is. En daardoor is het iets waard. Maar het is uiteindelijk allemaal verzonnen door de mens. Prachtig. Mooie afsluiting. Mag ik nou beginnen? Ja, maar ga je... ik moet wel aan jouw toestemming vragen om te spreken, zag je al? Nee, maar gaan we nou beginnen een nieuwe aflevering? Of, nee, ik ga, toch, Claudia, was, ik ga Claudia terugbellen. Dit was toch een afsluiting van mijn kant uit? Ja. Oké. En jij zegt van, ik laat je afsluiten. Dan maak ik een mooie afsluiting. En dan interrompeer je me niet. Dat vind ik wel best wel mooi. Dat je me dat dan ook nog even af laat maken. En dan ga je na 10 seconden stilte ga je me vragen van, was het maar genoeg? Die stilte moet je gewoon afknippen, ja. En dit gesprek, nee, natuurlijk niet. Ik vind dit gesprek wat we nu voeren, hoop ik dat het niet wordt opgenomen. Kijk, en nu wordt het heel moeilijk voor professor Dr. Marco Robinson. Oh, je bent het wel aan het opnemen. Ja, natuurlijk. Wat ben jij een vieze vuilak, zeg. Ik doe dat niet voor de katse kut, hè? Nee, dan ga je zeggen van dat ik mag afsluiten. Ja. En ondertussen sluit jij gewoon die opname niet af.
Ja, want... Nee, dan zit je... Ik ben aan het opnemen. Ik mag het laatste woord en jij mag door me heen lullen. Ja, dan zit je me dus gewoon voor het lapje te houden. Ik zeg gewoon, nee, je zit me voor het lapje te houden. Jij zegt dat ik de afsluiting mag doen. En ondertussen neem jij gewoon de rest gewoon op. Moet ik een nieuwe afsluiting maken? Oh, misschien is dat beter. Kan je het kort houden? Want ik zit met de aandachtspannen van de gemiddelde kijkeraar. Ja, nee, ik heb een verloren strijd. Ik ben net als Ignatius de Loyola. Jou is het altijd een verloren strijd. Tegen mij is het ook altijd een verloren strijd. Ja. Jij zult altijd maar van mij verliezen. Ik zal het altijd van jou. Oh man, ja. Nou, oké, ik neem nu even het woord over. En jij hebt het laatste woord, ja? Alweer. Ja, je krijgt het laatste woord en dan moet je wachten op mijn frase en dag lieverds. En dan mag jij nog iets zeggen en dan knip ik hem af. Ja, nee, dan zeg jij dat. Heb je die frase goed begrepen? En wat ik daarna zeg, dat edit je eruit. Nee, dat laat ik erop. Want uiteindelijk wil je natuurlijk jouw boodschap de wereld inbrengen. En niet de mijne. Mijn boodschap is die van jou ook. Au. Daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Want jij komt met een heleboel andere argumenten. Uit een andere hoek. En jij hebt meerdere dingen gezegd over jezelf. Aan de ene kant, als ik zeg van ik ben een atheïst, dan zeg jij ik ben ook een atheïst. En aan de andere kant zeg je van ja, maar ik ben een atheïst. Ja, maar ik ben een christen. What's it? Oké, mensen, we gaan het kort houden. Ik mag nu het woord. We gaan zo dadelijk afstevenen op een stukje Hamburgs. En dan ga ik zeggen het zo'n bus. Toch, hè? Nee, toch. Ja. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat ik samen met Marco Robbersom, die ik al jaren ken, lekker weer de Bijbel heb gelezen. En dat doe ik alleen maar om Marco Robbersom te pesten. Op de fokker. Ja, dat is gewoon de enige katholiek die ik durf te pesten. Want hij is gewoon, jij bent gewoon een covert catholic man. Een verborgen atheïst. Nee. Ik ben gewoon ook een atheïst. Het is helaas zo dat iemand die door een heleboel katholieke mensen als onfeilbaar wordt beschouwd, ja, denkt dat ik een keurige katholiek ben. Want ik sta nog steeds ingeschreven bij de katholieke kerk. Dat klopt. Ze hebben me nog steeds niet geëxcommuniceerd. Ik zit er al jaren op te wachten, maar dat gaat niet gebeuren. Misschien hebben wij niet genoeg kijkeraars om dat te laten gebeuren. Want in onze gesprekken, de dingen die we zeggen, hadden ze mij al... In de 17e eeuw zou ik zonder meer geëxcommuniceerd zijn. En misschien wel verbrand of opgehangen op zijn kop of hoe dan ook. Hè? Want in die tijd waren ze daar niet zo... deze daar niet zo moeilijk over, laat ik het zo zeggen. Heb ik het ook eerder over gehad dat in verschillende tijden de moraliteit anders is. De wat anders tijden, is? De moraliteit. Oh, de moraliteit. Nee, die is altijd hetzelfde geweest, mijn vriend. Oh. Ja. Dus als je ongehoorzame kinderen hebt, dan moet je ze naar de rand van de stad meenemen en dan moet je ze dood laten stenigen door de ouderen van de stad. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Ik weet niet precies waar, maar het staat er. Dat is jouw huiswerk voor de volgende keer. En even ter afsluiting. Nee, Penny. Ga je tegen mij inspreken? Nee, dat ga ik niet doen, dat jij mijn huiswerk opgeeft. Ja, want jij moet dan vertellen waar dat staat. Nee, dan moet ik dat gaan opzoeken. Dan moet ik die Bijbel... En dat is wat ik dus niet wil doen. Ah. Ik wil hem niet gaan ontleden in stukjes... waar iemand misschien wel gelijk heeft. Je hebt ergens een stukje gelezen en dat vond je niet leuk. En toen ben je heel huilerig als de eerste beste 8-jarige baby. Nee, ik zeg gewoon, lees het boek van A tot... van begin tot eind. Oh. Ja, en ga niet op enkele zinnen, maar kijk naar het hele verhaal.
En nu even over de... Ik zal je uitleggen. Ik vroeg aan jou, wat is de betekenis van die parabel van Christus Jezus over dat de laatste de eerste zullen zijn? Ik zal het je uitleggen. De laatste die mij begrijpen zullen de eerste die het koninkrijk Gods binnenkomen. Absolute bullcrap. Het is ook gewoon, de laatste zullen de eerste zijn. Hey, kom op. Vertel iemand die dik geld verdient, dat hij de hemel niet inkomt. Hè? Dus de mensen die... Je dwaalt af. Nee, je dwaalt gewoon af. Jij weet gewoon helemaal niks van de Bijbel. Je zet je echt jezelf voor lul, jongen. Jij zit een beetje in de ruimte te lullen. Ik weet helemaal geen Bijbeltekst. Ik weet dat het allemaal onzin is. En als Perry, die wel kennis heeft, ergens over begint, dan lul ik daar doorheen. Nu mag jij. Nee, de hele Bijbel is erop gericht om mensen in een... accepteer nou maar gewoon je maatschappelijke status. Hè? Want God heeft dat zo bedoeld. En dan heb je geen revoluties. Dan heb je niet dat mensen zeggen van... ja, waarom is de koning zo rijk en ben ik zo arm? Nee, dat moet je accepteren. En je zult, na je leven zul je ervoor beloond worden. Nou, dat is gewoon de grootste bullshit die er bestaat. De grootste propaganda die je je kunt voorstellen. Dat is pure propaganda en het slaat nergens op. En zoals jij zit dus ook de Chinezen af te zeiken... die zeggen, je mag leven wat je wil... Een waardige dood is dat waar het om gaat. Jij zit dus ook de Germanen af te zeiken. Die zegt, je mag leven wat je wil, maar je moet eervol sterven. Dat zeik jij ook allemaal af. Ja. Jij wil oneervol sterven? Nee. Like in... Daddy was a rolling stone, my son. Nee, ik zeg iets anders. Als ik herinnerd wil worden... Ja. Als ik Rennet wil worden. Rennet? Wie is Rennet? Voor mij hoeft dat niet, eerlijk gezegd. Wat is Rennet? Ik begrijp je niet. Herinnerd wil worden. Herinnerd wil worden, ja. Hoe wil ik dan herinnerd worden? Wil ik als held herinnerd worden? Of wil ik als kwade gedachte herinnerd worden? Het maakt jou niet uit. Het maakt mij niet uit. Nee, want als ik dood ben, ben ik dood. Ja, precies, ik sprak dus laatst iemand. In mijn christelijke dogma. Ik sprak laatst iemand. En dat was in het kader van het kind waarvan ik vind dat hij naar zijn tante moet. Want die moeder zit aan de speed. Onder andere. Het ergste, maar oké. Okay. Ja, vertel wel. Ik kom erop terug, want ik word er heel emotioneel van. Ja, nee, maar... Ik ken dat kind, we hebben het erover gehad. Nee, maar in hoeverre, beïnvloedt het feit dat die vrouw on the speed is, de opvoeding van haar kind? Omdat ik, GHB doet ze ook. Oké, dat kan. Ecstasy doet ze ook. Ze houdt van... Zij is een... Polytoxomanie heet dat, geloof ik. Of polytoxiemanie. Maar het is in ieder geval van dat je verslaafd bent aan verschillende soorten substanties. Hoe gaat zij een waardige dood bereiken? Zij houdt ook heel veel van seks. Ze heeft ook echt haar slipje laten zien aan mij. Ik denk zelfs dat de seks haar belangrijkste verslaving is. En dat alle andere verslavingen daaraan ten grondslag liggen. En dan zie ik hier, thou shalt not commit adultery. Oké. Ik doe dat niet. Hè. Zij liet haar slipje zien. Ze is best een mooie vrouw. En was ze getrouwd? Want hier, als ze het in het Nederlands vertalen en we pakken de Nederlandse Bijbel erbij, dan gaat het alleen maar over echt breken. Het gaat niet over in het rond te neuken. Als ik alleen maar slaap met meisjes die ook niet willen trouwen en ook alleen maar in het rond te willen neuken, dan is er volgens deze uitspraak niks mee aan de hand. Want dat is geen adultery, dat is geen echt breken.
Ja, en je snapt de moraal van het verhaal toch wel? Of heb je meer Bijbelpagina's nodig om te begrijpen wat men bedoelt met overspel? Nou ja, kijk, dat Zij heeft zei zo'n ik. Nee, vent. maar dat heb ik al eerder gezegd. Dat hangt ervan af hoe je dat woord adultery interpreteert. Overspel heet dat. Ja. En ik heb inderdaad. Nou, ben ik wel even waar je zat. Ik heb wel geneukt met een vrouw die een andere vriend had. Exact. Maar die persoon zelf, die jongen had er niks op tegen, zij had er niks op tegen. Het Is heet dat dan al adult, het eerder? heet Nee, maar fornication, hoor. ze waren ook niet getrouwd, ze leefden gewoon samen in dezelfde kamer, roommates. Is dat dan ook echt breken? Nee, want de volgende dag. Geen seks Nee, voor maar het huwelijk. de volgende dag kon. Je moet. En jij Het hebt kind geen. is Ja, geen. kijk, Het jij kind is. hebt geen kinderen. Nee, de minste. Niet zo doorlullen, gewoon nee zeggen, gewoon beamen. Niet dat ik weet, laat ik het dan zo zeggen. Ja, want misschien is er een kleine Marco al. Ja, en die zou nog wel eens voor mij geheim gehouden kunnen worden. Omdat iemand Maar het is vindt alle fijn om haar kinderen. ook te opvoeden als een goede katholiek of een goede protestant of Ja, een goede. even terug Goeie. naar het geloof, hè, wat Ja. voortkomt uit het oosten. En Christus Jezus is de westerse vorm daarvan en zegt dat wij ons moeten voortplanten. En dat doe je alleen door gezinnen te stichten. Die gezinnen worden samenlevingen en iedereen happy. En Ja. kinderen hoeven niet naar school, want als er iemand tegen een leraar was, dan was het Christus Jezus wel. Ja, en dan krijg je, als je een grote bek hebt tegen je leraar, krijg je gewoon met een strootje op je hand. Als je geluk hebt. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, dat is niet, nee. Dit Maar is een boeddhistisch als ik. gezeur, ja. Oh, in impliciet staat dat wel in de Bijbel. Ja, En oké, okay, jij gaat iemand. nu. Oké, okay, Nee, nu ga ik af. nee, Dit was nee, mijn nee, nee, afsluiting. luister Dit was even. mijn Een afsluiting. ongehoorzaam kind, moet eigenlijk doodgestenigd worden door de ouderen aan de rand van de stad. Ja, door die elders. Zijn misschien. Dat heeft Hoe noem Christus Jezus gezegd? Nee, maar het staat wel in de Bijbel. Het Ah, staat in het oké, Nieuwe Testament. okay, nee. En maar Want ik ik ben zie. Nee, maar christen. Ja. ik zie ook niet. Ik ben niet een Ik. koning David die de Nee, officier. maar. Laat me uitpraten. Ja, oké, ik Ik laat je ben even geen uitgaan. koning Laat je even David. uitrazen. Dat kan ik beter Ik zeggen. ben geen koning David die een hoofdofficier laat afslachten zodat hij zijn wijf kan neuken. Oké, nou, dat is hartstikke mooi. Ik bedoel, dat ben ik ook niet. Want waarom zou je dat doen? Oké, en nu ga ik echt afsluiten. Tegen de Nee, luisteraar die wel. Hey, sorry Perry, Nee, ik zou sorry, Porrie, afsluiten. moet je Nee, ik zeggen. zou afsluiten en ik sluit ook af. En ik heb eigenlijk al afgesloten, als je niet begrijpt wat Nee, ik want ik bedoel. heb nog niet gezegd. Nee, want jij bent het niet eens met mijn afsluiting. Dus jij wil ook nog doorgaan met de Nee, discussie ik wil als ik afsluiten. heb Ik wil afgesloten. Claudia bellen. En dan moet ik stil zijn als jij gaat afsluiten. Yep, Bedoel, en als ik gezegd heb. bekijk het maar, kerel. Bekijk het En echt. nee, jij gaat afsluiten nadat ik en dag lieverds heb gezegd. Nee. Wel? Nee, dat ga je niet doen. Kom op, laat me jou regisseur Nee. zijn.